Dames en heren, goedenavond. Namens het VAI en de Singel en als curator van het programma Jonge Makers, Denkers, Dromers wens ik u allen hartelijk welkom op het debat en de tentoonstelling De Stad van de Moskee. Ons vierde team, Doorzon Interieurarchitecten, werd uitgenodigd om een ontwerpend onderzoek van een middelgrote moskee voor 500 mensen in Gent te ontwerpen. Doorzon Interieurarchitecten zijn Stefanie Everaert en Caroline Latteur. Zij werkte in de begin jaren 2000 beide in het atelier van de ontwerper Maarten van Severen en startten in 2005 hun eigen bureau. Interieurontwerp dat vertrekt vanuit functionaliteit, het gebruiken en het leven enerzijds en materialiteit en een maximale ruimtelijke impact anderzijds, dat is hun keurmerk. En dit alles gecombineerd met hoogwaardig vakmanschap in de uitvoering. Ze realiseerden reeds diverse verbouwingen, inrichtingen en meubilair op maat. En dit hoofdzakelijk in de domestieke sfeer. Vertrekpunt van onze ontwerpopdracht waren een aantal bevindingen die uit de publicatie Nieuwe Moskeeën in Vlaanderen tussen heimwee en werkelijkheid naar boven kwamen. Het is een boek dat het VAI vorig jaar uitgaf samen met MANA, het expertisecentrum voor islamitische culturen in Vlaanderen. Deze bevindingen waren niet uniek voor Vlaanderen, want ze werden ook onderschreven in andere publicaties die over islamarchitectuur gingen. Onder meer het boek Euro-Islam Architectuur van Christian Welsbacher en ook het boek De Moskee, Politieke, Architectonische en Maatschappelijke... Er is iets fout met mijn titel. Jullie moeten even de titel zeggen, want dit zijn de beide auteurs van het andere boek. Politieke? Architectonische en maatschappelijke transformaties. Ja, oké. Okay. Dat is toch goed. Nee, aan het begin, er is iets weg in mijn tekst. Wat zijn de bevindingen in die literatuur? Is dat de moskee in welke hoedanigheid ze ook verschijnt, als heimwee-moskee of als onzichtbare schuilmoskee? Ondertussen hebben die namen al andere invullingen gekregen, heb ik vanavond geleerd. In ieder geval... Wat blijft is dat in onze contreien het ontwerp van een moskee toe is aan een ernstig architectuurontwerp. En wij wilden de ontwerper, de wereld van de ontwerper en de wereld van de islam binnen het forum van VAI en de Singel dichter bij elkaar brengen. Nu, dat moskeegebouw is niet alleen een architectuurontwerp as such, het is natuurlijk ook een stedenbouwkundig ontwerp. Maar het is meer dan louter van logistieke aard. Het is een interessant onderzoeksterrein, omdat het gebieden en plekken waar verschillende gebruikers zijn, werken op fricties en op breuklijnen. En dit is misschien een interessant experimenteerterrein voor andere fricties die zich in de steden voordoen. Onze vraag was dus fictief, in die zin dat we... geen concrete plek hebben gegeven, maar het moest zich wel in Gent situeren. En we zijn eigenlijk bewust en ondubbelzinnig, zijn we ons bewust geweest van de discussie rond representatie, die hoe dan ook naar boven zou komen. Maar om dit iets wat te bemoeilijken, hebben we heel expliciet ook de opdracht aan interieurontwerpers gegeven. We vermoeden... bij deze ontwerpers een gevoeligheid. En we hoopten dat hun methodiek een mogelijke oplossing voor de discussies zou kunnen aanreiken. Verder hadden we ook het idee dat er de moskee als ontwerp en ontwerpmatig zoveel potentieel inhoudt vanuit het interieur, dat we daar hele hoge verwachtingen hadden en die zijn ook absoluut ingelost. En wat mij betreft is dit een opzienbarend en tegelijk heel subtiel ontwerp dat zij afgeleverd hebben. Ik stel graag de panelleden aan u voor. De twee dames van Doorzon, dat heb ik al even toegelicht. Ik moet even kijken, want jullie zitten niet in mijn volgorde van mijn blaadje. Christophe. Die kent u al, dat is onze directeur van het Vlaams Architectuurinstituut. Die zal het debat
modereren. Naast hem zit Sami Zemni. Hij is dokter in de politieke en sociale wetenschappen en als professor verbonden aan de vakgroep Studies van de Derde Wereld aan de Universiteit Gent. Hij is tevens directeur van het Centrum voor Islam in Europa. Sami publiceert sinds 2000 veelvuldig artikels omtrent islam in Europa, in het Midden-Oosten en in de wereld. En hij heeft 3 publicaties reeds op zijn naam staan. Het Islamdebat, een publicatie van 2009. De politieke islam, 9-11 en de jihad. En is in 1998 begonnen met een publicatie over Gent met als titel Een stad waar ook moslims zich thuis kunnen voelen. Sami is een hele belangrijke stem in de verduidelijking en de nuancering in het islamdebat in Vlaanderen. En hij gaat dus ook echt uit van het oproepen tot dialoog en een attitude van insluiten eerder dan uitsluiten. Naast hem zit Mirjam Kalmaas. Zij is inhoudelijk expert van MANA VC2 Expertise Centrum voor Islamitische Culturen. Voor Islamitische Culturen in Vlaanderen, ja. We hebben samen dus vorig jaar een eerste project achter de rug, een publicatie gemaakt. Zij is eveneens dokter in de politieke en sociale wetenschappen en haar onderzoek betrof vooral de emancipatie- en mobiliteitsdynamiek van de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen in België en in Europa. Zij is ook auteur van een boek, De Islamitische Ruimte in de Stad, de ontwikkeling van gebedsruimte, moskeeën en islamitische centra in Gent. Naast haar zitten 2 heren uit Nederland die ons komen vervoegen zijn. Zij zijn de auteurs van het voormelde boek en een belangrijke bron eigenlijk van architectuur en islamcultuur. Dichtst bij mij zit Ergun Erkuşu. Hij is architect en creatief directeur van Concept 0031. En naast hem zit Sihan Buktaci. Hij is ondernemer-architect en is ontwikkelaar. Dus zijn bedrijf heet Real Architecture, Real Estate and Theory. En hij is projectontwikkelaar met vooral een belangrijk aspect rond de sociale en maatschappelijke drijfveren. Zij werken vanuit het idee van pluriculturalisme. En onderzoeken veranderingen in de Nederlandse maatschappij. En dus ze vertrekken echt heel expliciet van het sociaal-maatschappelijke en de interdisciplinaire aanpak. Zij vervullen beide heel diverse adviesfuncties in besturen en commissies op gebied van architectuur, beeldende kunst, podiumkunsten, kunstonderwijs en ook die pluriformiteit en die pluriculturalistische aspecten. Goedenavond iedereen. Bedankt voor de talrijke opkomst. Ik ga starten met een kleine situering van het project. Dus de vraag heeft Katrien daarnet al duidelijk uitgelegd. Dus wij zijn vertrokken, of wij hebben de vraag gekregen om een wijkmoskee voor een geloofsgemeenschap van 500 mensen te ontwerpen in Gent. De moskeeën in de diaspora-context ga ik even proberen situeren. Er zijn eigenlijk 2 types die zich nogal dikwijls manifesteren in die context. En in Gent heb je dan als type vooral de schuilmoskee. Wij zijn in Gent op zoek gegaan naar alle moskeeën en we hebben een soort van tocht gedaan door de stad en daar verschillende dingen tegengekomen, eigenlijk garages, kleine huisjes en zo, waar eigenlijk achter de deuren moskeeën verborgen zijn. Die plekken die getuigden van zowel creativiteit en ondernemingszin, omdat eigenlijk met heel weinig middelen wordt er zoveel mogelijk gedaan, wordt er eigenlijk een gemeenschapsleven ook in stand gehouden en wordt er ook een plek gemaakt om te bidden. Anderzijds getuigt dat ook van een soort van tristesse bijna. Ik ga daarvoor nog een beeld tonen. Dat is een gebedsruimte die we ergens aangetroffen hebben. De foto zegt al veel, maar de tapijplein was ook nog eens doorweekt. Dus ja, dat is zo een... we vonden het eigenlijk wel erg om zo'n plek in tegen te komen. Die verscholen zitten en ook daarom gedoogd worden door de samenleving.
ja, dat was zo'n beetje wat we aantroffen in Gent. Dan zijn we ook onder andere naar Limburg afgereisd. En daar is er eigenlijk een ander type moskee dat nogal veel gebouwd wordt. En dat is... Ja, we hebben daar net ook tijdens het begin van het debat al die term terug eens op de rooster gelegd. Maar ik ga het vertellen zoals dat ik dacht tot voor kort dat het was. De Heimwee-moskee. Dus ook hebben we er enkel zo hebben we er enkele gevonden in Limburg. En dat is eigenlijk een moskee die in vorm refereert naar bepaalde gebouwen uit het thuisland of het ooit thuisland van mensen die nu misschien al derde generatie zijn, maar van wie de grootouders ooit tot bij ons kwamen. In elk geval is zo'n soort of zo'n type moskee detonerend in de context. En het blijft een raar verschijnsel als je zoiets plots aantreft bij ons, om het zo te zeggen. Dit is nog een beeld van in Gent, een steegje aan de Francisco Ferré-laan, waar je dan eigenlijk dat steegje doorgaat en dan daarachter vind je een oude supermarkt betegeld. Daar staan een paar koepels op en twee symbolische minaretten. Wat ook iets zegt over de plek die de moskee meestal toebedeeld krijgt. Dus ofwel heb je een kleine ondernemende geloofsgemeenschap die een huisje koopt en die daarin dan een moskeetje inricht en dan loopt dat wat uit de hand en ze kopen het huisje ernaast op en ja, zo gaat dat verder. Meestal in arbeiderswijken, in niet echt altijd de tofste plekken. Of anders wordt er zo een plek toebedeeld, bijvoorbeeld een oude supermarkt waar dat dan de moskee mag gebouwd worden. Dus die plek wordt dan ingericht tot een geloofsplek, maar eigenlijk is die plek misschien niet echt waardig, volgens ons dan. Het volgende beeld is eigenlijk een beeld van onze maquette die het eindresultaat suggereert. Maar waarom hebben we dat beeld hier geplaatst? Dat is omdat alles begonnen is voor ons met de locatie. Aangezien wij vanuit de opdracht geen specifieke plek hebben gekregen, zijn wij zelf vanuit ons onderzoek gaan kijken in de Gentse binnenstad, in Gent zelf eigenlijk, wat een voor ons ideale situatie zou kunnen zijn. En er zijn daarbij verschillende denkpistes onderzocht. Zo is er momenteel in het Rabot zal er een nieuwe moskee gebouwd worden in een oude elektriciteitscentrale. Maar wij vonden dat als uitgangspunt eigenlijk niet goed genoeg, omdat we dan weer vertrekken vanuit de reële situatie. En we wilden eigenlijk voor deze opdracht echt dromen en een soort van ideale plek zoeken. En wat voor ons een van de belangrijkste uitgangspunten was, dat die plek zou zijn in de Gentse binnenstad, echt in het historische stadscentrum. Om de moskee als dusdanig een plek te geven, een gezicht te geven, ook in die binnenstad. Anderzijds vonden we het ook belangrijk dat de moskee zich bevond in de nabijheid van de Turkse wijk, eigenlijk de grootste moslimgemeenschap in Gent. En de plek die wij gekozen hebben is de Vrijdagmarkt, omdat die zich dus bevindt aan de Turkse wijk enerzijds. En anderzijds vonden wij het gegeven van het plein heel belangrijk. Dat zal ik later nog even toelichten, maar het plein is voor ons ook een gegeven kunnen zijn, een middel kunnen zijn om te gebruiken als uitbreiding eigenlijk van de gebedsruimte. En dan denk ik aan grote momenten zoals het offerfeest of het suikerfeest, waar dat er eigenlijk een gezamenlijk gebed georganiseerd wordt en dat er misschien meer mensen dan 500 kunnen op afkomen. Een ander punt die de keuze van de Vrijdagmarkt als locatie beïnvloed heeft, is het feit dat die plek nu al momenteel heel erg gebruikt wordt, zowel door moslims, niet-moslims,
ik noem het ook graag oude, nieuwe Gentenaren. En dat dat op een heel natuurlijke manier gebeurt. Dus de vrijdag is er markt en dan zie je mensen van allerlei generaties en afkomsten. En wij vonden dat op zich een heel mooi gegeven. En dan nog een vierde puntje. De vrijdag, de dag dat het markt is, is eigenlijk ook de belangrijkste dag in de week. Omdat dan de moslims samenkomen voor het vrijdaggebed. Een van de drie basispijlers van ons concept of van ons ontwerp is dus ontmoeting geweest, zoals Caroline net zegt. Ontmoeting in verschillende gedaanten en op verschillende niveaus. Enerzijds dus de ontmoeting van de verschillende mensen op het plein en de verschillende culturen, verschillende godsdiensten. Anderzijds, een tweede aspect van die ontmoeting dat wij heel belangrijk vonden, is de ontmoeting die eigenlijk plaatsvindt binnen de moskee. Dus het gaat dan over de verschillende gelovigen die eigenlijk binnen die diaspora-context eigenlijk in een stad verspreid zijn op een of andere manier, maar die eigenlijk door het gebed samenkomen en in de moskee dan ook andere dingen samen gaan doen. Dus er kan een soort van sociaal netwerk ontstaan op die manier binnen het moskeecomplex of binnen de moskee. Er worden andere culturele activiteiten samen georganiseerd, waardoor dat er ook een sterke gemeenschapsvorming is. En vanuit die sociale netwerken en die culturele activiteiten wordt er gewerkt eigenlijk aan een soort van identiteitsconstructie die wij als iets zeer positief ervaren. En daarom is ook dat type van ontmoeting heel belangrijk voor ons. En dat zal je ook straks terugzien in hoe dat we die moskee dan aangepakt hebben of welke functies dat we eigenlijk allemaal aankoppelen om dit allemaal mogelijk te maken. Dus eigenlijk die verschillende ontmoetingen mogelijk te maken. En dan is er nog een derde type van ontmoeting waar ik het nog eventjes over wou hebben. Wat wij met onze moskee expliciet niet hebben willen doen, is een plek gaan geven aan de moslimgemeenschap om daar iets te doen. Dus wij hebben ervoor gekozen om een plek in de stad zo te gaan inrichten dat die eigenlijk een nieuwe betekenis krijgt voor dat deel van de stad en voor de wijkbewoners, eigenlijk voor een volledige gemeenschap. Dat is eigenlijk waar dat we naartoe wouden met ons ontwerp. En dan gaat Caroline nu de volgende van onze drie basispijlers toelichten. En dat is het gegeven van de tuin. Aan dat plein wilden we eigenlijk een soort van tuin creëren als een soort van tegenwicht voor de vele pleinen in Gent die momenteel veroordeeld zijn tot een soort van stenen vlaktes en waar er eigenlijk nog nauwelijks sprake is van groen. Het groen, het gegeven, de tuin. Er wordt in de Koran ook een verwijzing gemaakt naar de tuin als een soort van afspiegeling van het paradijs. Een oase met groen, veel bomen, waterpartijen. Kortom, een plek waar dat het eigenlijk aangenaam vertoeven is. En dat is een van de aspecten die we heel belangrijk vonden voor het moskeecomplex. Dat het dus een soort van tuin is waar, die heel uitnodigend is en met een grote graad van toegankelijkheid. Vanuit die basisideeën ontstond er dan een basisschema dat je daar ziet. Dat startte eigenlijk als een organigram, dus waarbij dat we de vrijdagmarkt daarop kleefden en dan de gebedsruimte, al de verschillende functies, werden daar eigenlijk op post-its bijna aangebreid, om het zo te zeggen. En plots werd dit basisschema een plan. De functies die eigenlijk op papiertjes gewoon geschreven stonden, werden paviljoenen. Het groen, de achtergrond, werd een tuin. En de spleten die je overal ziet, de doorgangen, die werden letterlijk toegangen of zichten naar en vanuit het moskeecomplex.
En dan zijn wij beginnen nadenken over twee dingen. Enerzijds, wat heeft de moskee nodig? En anderzijds, hoe ziet die moskee er dan uit? De gebedsruimte, eigenlijk het hart van de moskee, bleek niet veel nodig te hebben. Met respect voor de juiste oriëntatie kan een moslim eigenlijk overal bidden. En als illustratie daarbij dit beeld van een moskee ergens in open lucht, waarbij dat je ziet dat dat inderdaad eigenlijk gewoon een open plek is die in de juiste richting georiënteerd is en waar dat er heel veel mogelijk wordt dan. Ook op dit beeld zie je dat. Een andere plek die de moskee eigenlijk nodig heeft, is een rituele wasruimte, om eigenlijk de rituele wassing te volbrengen voordat je het gebed gaat uitvoeren. Nog iets heel leuk dat er altijd bij komt kijken, is Koranlessen, Arabisch onderricht. Dat eigenlijk een beetje ingericht wordt, niet noodzakelijk op een traditionele manier zoals dat wij ons een klas voorstellen, maar dat kan ook op andere manieren. En daar hebben we ook op ingespeeld in ons ontwerp. En dan ook een eigenlijk heel wereldse of profane functie die daar aan kan hangen aan die moskee. Dat is een badhuis. Dus hier is een van onze conceptbeelden eigenlijk ook, waarbij dat we dan gingen nadenken over hoe moet die moskee er dan uit gaan zien. En ik denk dat wij daar drie dingen in het oog gehouden, of drie dingen die wij heel belangrijk vonden. Onze moskee ziet er functioneel uit, is heel uitnodigend en heeft ook heel veel traditionele elementen. Dan zou ik graag een kort woordje uitleg geven over het ontwerp zelf. Nadien is er nog ruimte tijd om het plan nauwkeuriger te gaan bekijken op de tentoonstelling zelf. Maar toch graag even deze korte toelichting. Dus wat we hier zien is het plan van wat we noemen de tuin met de verschillende paviljoenen. In die verschillende paviljoenen zitten dus een aantal functies, waaronder de voornaamste de gebedsruimte en dan een aantal meer profane of seculiere functies zoals een restaurant, een theehuis, een feestzaal, leslokalen en een bibliotheek, bookshop. Een badhuis ook en een jongerencafé. De gebedsruimte zelf ligt dus eigenlijk letterlijk en figuurlijk het diepst in de tuin. De tuin is zo opgevat dat ze op verschillende niveaus, dus wat bedoel ik daarmee? Via de tuin daal je eigenlijk langzaam af naar de gebedsruimte. Het is zo dat wij ons ontwerp zo hebben opgevat dat het ganse moskeecomplex eigenlijk allemaal vrij lage gebouwtjes zijn, maximum 2 bouwlagen, waarvan een deel ervan zelf ondergronds is. En waarom is dat? Dat is juist om ten eerste die tuin zoveel mogelijk als tuin te laten en ten tweede om een grote mate van toegankelijkheid en transparantie te creëren. De gebedsruimte is het grootste deel van de gebedsruimte bevindt zich ondergronds, omdat dat voor ons bij uitstek de ruimte is die geen contact met de buitenwereld nodig heeft, want daar wordt uiteindelijk daar recht men zich tot Allah. En bovendien is een ruimte zonder gevels, zeg maar, enkel met een dak, een mooie manier om eigenlijk die ruimte echt te gaan als interieurruimte op te vatten en via met licht te gaan werken via verschillende koepels, waaronder één grote koepel. We gebruiken hier het beeld van een ijsberg en zo hebben wij onze gebedsruimte ook opgevat. Dus het topje van de ijsberg die zich manifesteert langs buiten, maar het grootste deel van de gebedsruimte bevindt zich eigenlijk eronder. Dit is een Photoshop collage die het beeld suggereert van de gebedsruimte. De benedenruimte
Wij hebben eigenlijk twee niveaus gecreëerd. Dus enerzijds de benedenruimte ondergronds, anderzijds een verdieping onder de koepel. En dit om de mogelijkheid te laten om een gebedsruimte te creëren voor zowel mannen als vrouwen, wat meestal nog altijd gescheiden is. Het plan van de, wat we noemen de min 1, waarbij dat je dus de gebedsruimte ziet die ingegraven ligt en uitgeeft op de tuin, op een deel van de tuin, dus het laagst gelegen gebied van de tuin. Dan zijn er nog een aantal andere paviljoentjes die daarop uitgeven, waaronder het jongerencafé vindt zich ook ondergronds. Die staat in verbinding met de leeszaal van de bibliotheek. De toegang vanuit de tuin naar het theehuis. Dus op niveau vrijdagmarkt, noem ik dan hier, zie je te beginnen vanaf de gebedsruimte, dus de koepel, die rots die in die tuin ligt. En dan naar links gaand de rituele wasruimte, de bibliotheek, bookshop, die opgevat is als een soort van torentje. Vol boeken waar dat je via een trap langs kunt. Het jongerencafé, toegankelijk vanaf het plein. Dus je daalt eigenlijk via de trappen af in het jongerencafé. Aan de andere kant heb je omgekeerd trappen die uitgeven op de tuin. Het restaurant. De leslokalen, dat is dat Berlemont-achtige gebouwtje. Opgevat als drie leslokalen met een grote openheid naar de tuin toe. Er is ook een speeltuintje voorzien in die tuin voor de kinderen. En dan hebben we nog een grote feestzaal die inzetbaar is zowel voor de plaatselijke Giroclub als het offerfeest, als inzamelacties voor kledij, voor multifunctioneel, zoals we dat we het noemen. En dan het theehuis is een theehuis, uitkijkend een soort van cockpit-situatie, waarbij dat voornamelijk mannen dan uitkijken over de tuin en de ganse site van de vrijdagmarkt. Niveau plus 1, dus dat is eigenlijk enkel het, de koepels dat je ziet, dus van gebedsruimte, badhuis rechts onderaan, theehuis rechtsboven en dan het verblijf van de imam is opgevat als een appartement uitkijkend over de tuin en de vrijdagmarkt met ook een kantoorruimte en als laatste nog een daktuin op het restaurant. Een daktuin die toegankelijk is vanuit de tuin en ik vergelijk het hier graag een beetje met een pier aan de kust waar dat je dus eigenlijk opwandelt en een overzicht hebt over de tuin van de moskee en het plein, de vrijdagmarkt. En met dit beeld zouden wij graag onze uitleg willen afsluiten over ons ontwerp. Hierin zie je eigenlijk, het is een Photoshop collage waarin dat al onze intenties of hoe dat wij die plek zien samengevat zit. Een tuin met paviljoenen met een grote mate van toegankelijkheid, transparantie, heel veel groen en eigenlijk een plek die zou moeten uitnodigen tot gebruik en voor iedereen die dat wil. Ik dank u voor uw aandacht. Ja, dames en heren, een moskee met het beeld van een ijsberg. In deze tijd, waar wij nu allemaal denken aan 100 jaar Titanic en de ondergang, is het natuurlijk heel interessant. We hadden net al een discussie erover, is het nu het avondland wat zich precies gaat toebewegen op de ijsberg van de moskee? Zal wel niet. Het is zeker ook een ontzettend mooi beeld om een hele ingewikkelde discussie in zekere zin te ontfutselen. U weet allemaal, moskeeën zijn vaak controversieel. We weten allemaal over de minaret-discussie in Zwitserland.
dichterbij in Keulen wordt nu een hele grote moskee gebouwd. Maar in de tijd erg veel discussie over was, omdat namelijk de minaretten wel eens hoger konden zijn dan de torens van de Kölner Dom. Ook in Vlaanderen gaat het vaak gepaard met allerlei controversies die niet altijd heel verkwikkelijk zijn. Daar bent u, zeg maar, zijn jullie ontzettend handig, maar ook zeer poëtisch aan voorbij gegaan. Ik zou eigenlijk willen beginnen deze discussie, deze avond, waarvan ik u kan verzekeren dat dat de reuring zal zijn, dat er veel misschien ook wel discussie zal zijn. Ik zou eigenlijk de avond willen beginnen met toch eigenlijk iedereen van onze experts, zullen we maar zeggen, kort een reactie te vragen. Een reactie over niet alleen dit ontwerp in de stad Gent, voor zover dat zeg maar inzichtelijk is, maar misschien ook een reactie over de vraag of dit nu bijvoorbeeld een architectonisch antwoord is op de nood van een moskee in onze samenleving. We hebben het net al gehad, een paar keer is het woord ons gevallen vanavond. De vraag is natuurlijk altijd van wie is dat ons? Dus mag ik gewoon helemaal links beginnen, bij de Hagenaars, zullen we maar zeggen. Ja, uiterst links of middenlinks? Jongens, doe het maar gewoon, begin jij maar, jij bent de best linkse nu. Allereerst mijn complimenten voor het optrekken van zo'n plan. Voornamelijk eigenlijk met een fictieve opgave. Ik heb jullie al gesproken. Jullie hebben aangegeven dat jullie eigenlijk niet thuis waren hiervoor in deze discussie. En hoe jullie te werk zijn gegaan door, als het ware, het bekende naast je te leggen. De gebaande paden, als het ware, niet te bewandelen. En volledig nieuw, tabula rasa, iets te bedenken. Daar hebben jullie wel onderzoek in gedaan. Hè. Het is natuurlijk nooit zonder bagage. Dus sowieso een compliment voor het onderzoek en voor de uitkomst. Ik moet zeggen dat het is natuurlijk, doordat het niet het bekende is, wekt het veel vragen op. En doordat het ook een experiment is, zijn er sommige dingen nog onontdekt of zijn ze nog niet ingevuld. Bijvoorbeeld het nadenken over de daadwerkelijke doelgroep. Bijvoorbeeld de wensen ook horen van een opdrachtgever. Maar voordat we daarin duiken, wil ik eigenlijk nog op de grote lijnen blijven. Dit ontwerp laat voor mij zien hoe je vanuit verschillende functies kan nadenken en hoe je tot een plan kan komen wat verschillende elementen binnen de samenleving tot elkaar bindt. Een samenleving verbinden? Nou ja, op sommige punten. Daar zullen we het ongetwijfeld later nog over hebben. Geef toch iedereen eerst even het woord. Want ja. Oké, nou dan wil ik gelijk aanvullen dat ik ook de complimenten aan het VAI wil geven, omdat het toch interessant is om jonge ontwerpers, jonge denkers als het ware uit te dagen om over dit soort toch maatschappelijk moeilijke thema's na te denken. En ik denk ook dat er wat dat betreft een interessant ontwerp op tafel ligt, waar we mee aan de slag kunnen. Het is misschien niet helemaal duidelijk in jullie verhaal naar voren gekomen. Wat mij wel interesseert is eigenlijk in het ontwerp wat op tafel ligt, een soort pluriforme vertaling is van eigenlijk wat de wijk, het gebied daaromheen is. En ik denk dat daar een interessante link wordt gelegd met wat het gebouw kan zijn voor zo'n omgeving. En daar wil ik graag zo meteen met jullie verder over praten. Tegelijkertijd heb ik ook een vraag en die kan je kritisch opvatten. Hebben jullie nou uiteindelijk een moskee ontworpen? Of hebben jullie nou een plein ontworpen? Is dat wat jullie hebben ontworpen, moet dat een goed functioneel gebouw zijn? Of willen jullie een discussiemodel op tafel zetten waar wij over discussiëren? Dus dat is ook nog een vraag voor zometeen. Zeer pertinente vragen, daar zullen we het ongetwijfeld straks nog over hebben. Maar ik ga toch eerst even de vragen een klein beetje verzamelen als het mag. Mirjam. Ook mijn complimenten aan de dames van Doorzon. In het bijzonder omdat zij een beetje de lijn van mijn collega's ook hebben gedurfd bijna, want het is bijna, om in de terminologie te blijven van religie, heiligschennis, hè, om zo al die architecturale geschiedenis van 1400 jaar islamitische
beschaving naast u neer te leggen en dan met zoiets te komen. Het getuigt van heel erg veel lef ook. Dus daarvoor chapeau. Maar ook omdat wat er dan uiteindelijk staat ook niet zomaar iets is wat dat aan jullie zeer, zeer, zeer creatieve breinen is ontsproten. Maar inderdaad vanuit die functies. Ik zie inderdaad, ik heb onderzoek gedaan naar de rol van moskeeën ook, wat een moskee vandaag betekent voor moslims in de diaspora. Dus moslims in een niet-islamitische omgeving. Vandaar ook de opname van een Koranschool, de opname van al die andere functies die je in de islamitische wereld niet noodzakelijk nodig hebt, omdat de maatschappij zelf die functies opneemt. Maar omdat je in een niet-islamitische omgeving dat op een plek moet doen, hebben zij ook al die functies samengebracht. En daar zie ik wel dat jullie heel erg voeling hebben met de noden van de moslims zelf. Dan wil ik nog één ding zeggen. Het is erg atypisch, ook als ik denk aan waar op dit ogenblik onze stedelijke overheden mee experimenteren of aan denken. Zowel de stad Gent als de stad Antwerpen op dit ogenblik denkt aan of denkt in de richting van een stad, een moskee buiten de stad. Buiten de stadskern, één. En twee, wilt één grote ceremoniële moskee en wil komaf maken met al die kleine moskeetjes. Wat dat een beetje, daar kunnen we nog op ingaan, wat een beetje contradictorisch is met de moslimgemeenschap zelf, die ontzettend divers is, die dan eigenlijk ergens gedwongen wordt om op één plek samen te komen, terwijl dat ze eigenlijk heel weinig gemeenschappelijk hebben. Dus vanuit verschillende aspecten is het heel gedurfd. Dankjewel. Sabi. Dankjewel. Moet je... Volgens mij moet je gewoon helemaal niets doen. Oh, het komt allemaal goed. Nee. Alleen een beetje dicht bij de microfoon spreken. Ja, dankjewel. Ook voor mij mijn proficiat. Ik denk dat het een heel interessant en intrigerend ontwerp is geworden. En ook proficiat voor het VAI. De vraag van de nood en de noden... Hè. Leek me heel interessant, want een paar weken terug of een paar maanden terug, toen ik werd gecontacteerd om deel uit te maken van het panel vandaag, pas na het telefoontje viel me Frank van, ja, waarom is dat nog niet eerder gebeurd? Hè? Praten over het ontwerpen van een moskee, hè? Moeten we daar anno 2012 of ongeveer toe wachten? Nu, wanneer ik naar het concept kijk, dan zie ik toch ergens een mogelijke spanning, maar ook mogelijke ontmoeting en dialoog tussen enerzijds de religieuze nood van de geloofsgemeenschap voor wie men een moskee wil bouwen, maar evenzeer ook de enorm grote maatschappelijke nood om het idee van een moskee in Vlaanderen, het idee van een moskee in een binnenstad, te kunnen aanvaarden. En ik denk dat dit concept juist veel meer is dan een moskee. Het is een gebedsplaats en daarnaast, via al die andere functionaliteiten, juist een veelheid aan ontmoetingsplaatsen, aan bruggen, aan contactpunten aanreikt, om juist misschien dat idee van het bestaan van moskeeën in Vlaanderen eindelijk eens aanvaardbaar te maken. Want dat blijft een heikel punt. Zoals Merim net zei, de stadsbesturen proberen de moskeeën... of willen wel eens nadenken over het bouwen van een moskee, maar dan liefst zo ver mogelijk buiten de stad, waar iedereen met de auto naartoe kan. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dat is niet waar we het best of het meest natuurlijk zouden willen naartoe gaan. En in dat opzicht beantwoord, denk ik, zie ik in dit ontwerp ergens een brug tussen die verschillende verwachtingspatronen. En dus ook een manier om maatschappelijke interactie te creëren. Dankjewel, Sammy. Ik heb één vraag toch meteen die wel heel duidelijk naar voren komt. En een vrij prangende vraag die nu gesteld is. Namelijk de vraag van, is dit nu wel een moskee? En de vraag die daaraan gekoppeld was, is dit niet eerder een park, een tuin? Ik zou die vraag nog wat uitbreiden. Is het niet primair een stedelijk gebouw? Kunnen jullie daar iets meer over zeggen? Hoe je eigenlijk zeg maar, de balans ziet tussen het een en het ander? Moeilijke vraag. Ik denk
daarnet, als er geopperd werd, is het dit, is het dat of is het dat, dan was mijn eerste gevoel om te denken, eigenlijk allemaal. Want we hebben inderdaad getracht om een stedelijke ingreep te doen. We hebben getracht om een park te maken, een oase, maar ook een plek die echt, echt als moskee functioneert. Dus een plek met een gebedsruimte die als een traditionele gebedsruimte kan functioneren, die ook ja, alles heeft, denk ik dan, die dat nodig zou hebben. En dan hebben we daarbij nog een heleboel functies die, om dan eventjes Mirjam te volgen, de dag van vandaag in deze context bijna nodig zijn om een goede moskee te maken misschien. Of ja, ons uitgangspunt is dat dit wel degelijk een moskee is, maar dat het ook die andere dingen is en juist daarom misschien de moskee van de toekomst zou kunnen zijn. Mm-hmm. Dan ga ik even terug naar Mirjam, want je maakt een opmerking die me ook wel interesseert. Je contextualiseert eigenlijk die moskee sociaal heel sterk. Je zegt, moskee is niet alleen een gebedsruimte, maar daar zit heel veel omheen. Hoe zie je nou in dit ontwerp, en misschien ook in het algemeen, de verhouding tussen zeg maar, stad en die functies die je eigenlijk zeg maar, koppelt aan die moskee? Als ik dit ontwerp nu zelf analyseer, dan is natuurlijk het zeer frappant en ook zeer, voor mij toch wel zeer aantrekkelijke, dat er aan de stad een ongelooflijk veelheid bijzondere plekken, functies, ruimte wordt toegegeven. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat allerlei randfuncties van de moskee nu van de stad zijn en niet meer alleen van de moskee. Of zie ik dat verkeerd? Fiu. Want ja, kijk, we hebben het over een locatie. Ik weet niet of er hier journalisten zijn van Gentenaar of de Morgen. Ik hoop het eigenlijk wel, want het VAI wil natuurlijk altijd een beetje tam-tam. Maar wij hebben dus, het VAI heeft dus nu gewoon hier een tentoonstelling over een moskee midden in het centrum van Gent. En zoals jullie al zeggen, van hij verschuilt zich ook niet. Al is het een ijsberg, maar hij verschuilt zich niet. Dus met andere woorden, dat is in zekere zin is het een explosief statement. Zeker als je weet dat alleen al een stadshalletje zo ongeveer heel half Gent op de barricades krijgt. En hier is het, zeg maar, in die zin nog extremer. Maar tegelijkertijd zitten hier allerlei ruimte die normaal gesproken misschien veel eerder naar binnen gekeerd zijn, die dus toch eigenlijk ook nu van de stad zijn. Of zie ik dat verkeerd? Kan dat werken? Ja, dat hangt vanaf welk perspectief je hanteert. Als je het perspectief van de moslimgemeenschappen gebruikt, dan kan het absoluut zeker. Want wat de moslimgemeenschappen vandaag doen, achter die verscholen garagedeuren en zo verder, komen al samen in ruimtes van de stad. Sommige aangekocht, sommige gehuurd, sommige tijdelijk. Er zijn al lesjes die doorgaan, er zijn al islamitische bijeenkomsten die doorgaan in stedelijke ruimtes. Dus dat is niet altijd een privéruimte. Dus ik denk dat de moslimgemeenschap op zich daar niet echt een probleem mee zou hebben. Maar rekening houdende met welke criteria en voorwaarden dat dan verbonden worden vanuit de stedelijke overheid, doordat ze die ruimte schenken, in welke mate worden zij dan ook medebepaalder van wat er met die ruimte gebeurt. Dus daar moeten we wel, denk ik... Ik bedoel het eigenlijk een klein beetje anders, als ik eerlijk ben. Ik bedoelde, we hebben nu gewoon een ruimte die in zijn verschijning ongelooflijk openbaar is. Dat wordt gewoon een park in een dicht bebouwd gebied van Gent. Als we de verwachting, de hoop is dat iedereen dat ook als park gaat gebruiken. Dus niet alleen mensen die zich op de een of andere manier berekenen tot een moslimgemeenschap. Dus zeg maar, al die functies, dat badhuis, de lounge, het jongerencentrum, al die dingen, krijgen toch eigenlijk ook een soort openbaarheid, letterlijke openbaarheid. Nee, dat was het tweede waar ik toe wou komen. Het andere perspectief dan die van de moslim, namelijk van de niet-moslim, van de buurt, van de publieke opinie. Ja. Als je het vanuit die perspectief kijkt, dan is het echt een knuppel in de hoenderhok gooien. Dat is inderdaad zeer, zeer explosief. Alles wijst erop van de afgelopen 10, 15 jaar, en het politiek klimaat in België, in Europa is niet verbeterd, alles dat wijst op een claimen van de ruimte door moslims via zichtbaarheid van een minaret en een koepel. Dat kan zijn, die is hier nu niet, maar wel via een hoofddoek.
Dus zichtbare aanwezigheid van moslims is problematisch in onze steden en gemeenten vandaag al een tiental jaar. En niks wijst erop dat het gaat veranderen. En dan wil ik afsluiten. Ik ben absoluut geen architect. En met het boek dat we vorig jaar met Vlaams Architectuur Instituut hebben gemaakt, was voor mij een eerste intro in deze wereld. Van de verhouding tussen architectuur en samenleving. Ik denk, ik droom graag, ontzettend graag mee over wat dat je met architectuur kan creëren, maar ik vrees dat architectuur toch niet de samenleving zal kunnen maken. Dus in die zin, ongeacht welke openingen dat je maakt, en dan is een antwoord vooral op uw vraag van, ik denk dat dat beperkt is wat je met het experiment van de stedelijke ruimte kunt doen. Maar misschien ben ik te pessimistisch omdat ik te lang met maatschappelijke dit is altijd goed om gewoon met zo'n sceptisch statement te beginnen. Ik weet ook niet of jullie geloven in de maakbare samenleving die door architectuur. Maar daar hebben we het misschien ook nog over. Mag ik even wat verder gaan? Want jullie alle twee hebben natuurlijk wel een, zeg maar, een soort vakachtergrond. Als ik nu zeg van, nou, wat mij interessant lijkt aan dit ontwerp, is dat je inderdaad die ruimte hebt die eigenlijk, zeg maar, zeer toegankelijk lijken vanuit de stad. En eigenlijk ook formeel niet controversieel lijken te zijn, want je kan het inderdaad niet eens als bijzonder islamitisch herkennen. Ja. Wat denken jullie wat de realiteit gaat zijn? Want jullie lezen het duidelijk wel als architectuur, maar ook eigenlijk natuurlijk vanuit je eigen ervaring met moskeeën. Ik kan misschien iets meer daarover zeggen. Is het allemaal blauw ogen, naïef? Of zit er iets in wat zij gevonden hebben wat eigenlijk toch misschien wel heel bijzonder is? Ja, daarom was en effectief, hè? Ja, daarom was mijn vraag ook, is het een discussiemodel? Willen ze hier een discussie mee aangaan? Want ik denk wel degelijk dat architecten een belangrijke rol kunnen hebben in de samenleving. Dus in die zin deels de samenleving kunnen maken. Want nu wordt het debat wordt vooral gevoerd op politiek niveau. En op de politiek niveau wordt als het ware de moskee en zijn gebruikers en ook de niet-gebruikers worden in bepaalde hoeken gezet, waardoor het een heel heftig debat meestal wordt, nieuwbouwmoskee in de wijk. En ik denk dat juist de architecten niet alleen het sociale en het maatschappelijke kunnen omvatten, maar ook dus het gebouw zelf en wat het gebouw doet met zijn omgeving en zijn gebruikers en de buren en zowel in de hardware als in de software. Dus ik denk wel degelijk dat architecten met tools, met oplossingen kunnen komen. Maar dat vind ik nu wel heel erg, zeg maar, een soort technocratisch verwoord. Ik had eigenlijk gehoopt dat die iets concreter ging worden op de situaties die hier geschapen zijn. Hmm. Misschien kan ik het concretiseren. Controversie is altijd in the eye of the beholder. Staat er een bibliotheek in de stad Gent ergens, dan heeft niemand daar een connotatie bij dat het angstaanjagend of dat het een relatie heeft met. Staat die naast een moskee en vind je daar misschien net wat meer boeken over islamitische architectuur, cultuur of wat dan ook, dan wordt de link al wel gauw gelegd. Om als architect te denken dat je de samenleving zou kunnen maken, dat is misschien wat idealisch, hè? Dat gaat wat ver. Wel moet ik erop wijzen dat je als architect bewust moet zijn van wat het bouwwerk communiceert met de samenleving. En daar komt dus het punt van hardware en software wat wij onderscheiden. Wij zeggen eigenlijk met alles wat je daar neerzet, met de bakstenen, het beton, het groen wat je daar neerzet, daar zet je enkel een product neer. De connotatie en de gedachtegang bij die bakstenen en bij het beton en bij het groen is maar net hoe degene die daarnaar kijkt het ziet. Je moet je als architect of nou in zo'n opdracht moet je bewust zijn van alles wat je daar zet, dat een invloed kan hebben op je samenleving. En dat de samenleving zich daar dan ook naar verhoudt. En daar zeggen we dan, nou, de architect die met zijn bewustzijn kan die daarmee spelen. Het voorbeeld is dus al gegeven. Op het moment dat je een relatie maakt, heel sterk, hè, zouden hier de traditionele patronen op zijn gereflecteerd die ik aan jullie zou vragen, teken een traditioneel Arabisch-islamitisch patroon, dan zou er al gauw een symbool uitkomen. Nou, als dat erop was gereflecteerd, dan communiceert dat heel anders dan op het moment dat je dat niet doet. En dus is er
als antwoord op de vraag, om te concretiseren wat de rol van de architect zou kunnen zijn binnen een ontwerpopdracht en hoe dat zich kan verhouden tot de samenleving, is dat wel het enige wat je zou kunnen aandragen. Mm-hmm. Een hardware, een gebouw, heeft altijd zijn cohesie, zijn verbinding, zijn gevoelens richting buiten. En dat is de software van de ontvanger. Nou, die software, prachtig. Ik denk natuurlijk dat we toch over architectuur hebben. In het Duits zou je zeggen, architectuur is symboolproductie. Een productie van symbolen, dat is gewoon een onderdeel ervan. Dus je kan er eigenlijk niet helemaal omheen. Maar wat heel mooi is, dat je het zeg maar contextualiseert. Ik wil even naar de sociale wetenschappen gaan. Wat interessant is, is dat natuurlijk in de moskeebouw, voor zover ik het begrijp, en jullie hebben het een beetje uitgelegd dat het ook zo is, de grens tussen zeg maar, het religieuze en niet-religieuze toch wel heel anders ligt dan bijvoorbeeld in de meeste kerken. Daar zit dus zeg maar, zit een aantal functies aan de moskee vast vaak, waarvan de grens tussen het religieuze en het niet-religieuze niet zo duidelijk is. Je zou kunnen zeggen in de context van Gent, een moderne, laatmoderne Europese stad, komt er nog een tweede grens bij. Dat is namelijk die tussen religieus en seculier. Hoe denk je dat dit project zich daar nu verhoudt? Die functies van moskeeën, die hebben zich natuurlijk ontwikkeld doorheen de tijd. En ja, die hebben vaak weinig te maken met het puur religieuze of het vrome natuurlijk. Hè. Een hamam, een kapper en dergelijke, die kun je eigenlijk overal in de stad vinden. Maar toch zie je die vaak ook in of naast de moskee. Omdat die te maken hebben met de hygiëne natuurlijk. Hè. Dat gaat terug op het idee van, hè, je moet in een, niet alleen in een spirituele, maar ook in een fysieke vorm van reinheid zijn om goed te kunnen bidden en dergelijke. Dus die grens is daar altijd een beetje, is daar niet altijd even duidelijk in. Ik denk dat ze hier een hele reeks van functionaliteiten hebben opgerakeld die volgens mij de klassiekers zijn, laten we het maar zeggen. Dus het weerspiegelt wel goed wat meestal leeft binnen de gemeenschap. En in die zin denk ik dat je inderdaad goed dus studiewerk hebt gedaan. Maar een idee waar ik wel aan dacht is dat natuurlijk een dergelijke moskee in het centrum van de stad onmiddellijk ook de vraag zal stellen van welke moskeebezoekers kan je daar naartoe trekken. Hè? En dan zit je natuurlijk dan verlies je één functie van wat de moskeeën nu reeds vervullen in de wijken. En dat is dat moskeeën vaak nog te maken hebben met migratie en de gevolgen van migratie. En als je die uit zo'n wijk trekt, dan komt die functie van, laten we zeggen, eerste lijnshulp, van ontmoetingsplaats voor moslims zelf, een beetje te vervallen. Omdat je dus buiten de wijk een andere functionaliteit gaat gaan zoeken. Maar ik vond, en hier pik ik eigenlijk de draad weer op van de discussie van daarnet, dat wat ik juist wel goed vind aan deze moskee, is dat voor mij het eigenlijk er niet toe doet of dat er nu een moskee of een park is, omdat het voor mij overduidelijk is dat dit hier een open plaats in de stad zou moeten worden waar iedereen's paden zouden moeten kunnen kruisen. Alleen moslims zullen dan in de gebedsruimte zelf gaan om te bidden. Maar al de andere functies hebben toch tot doel, of lijken mij toch tot doel te hebben, om de afstand tussen, laten we zeggen, moslims en niet-moslims te verkleinen. Afstand die nu juist heel groot is, veel argwaan. En ik zou daar inderdaad willen mee, voor mij choqueert dat niet, maar blijkbaar is dat anno 2012 nog altijd zo, dat een moskee choqueert en dus vragen oproept. Daarom juist hebben we dit nodig, zo'n initiatieven. Het zal misschien niet de moskee zijn waar de meeste gelovigen zich het meest thuis in voelen, maar ze zullen het wel zien als een koppelteken, als misschien een manier om het idee van een moskee, het concept van een moskee in Vlaanderen, aanvaardbaar te maken. En juist de hele setup voor mij lijkt juist een mogelijkheid te zijn om te communiceren en te dialogeren. Verschillende leeftijdscategorieën, verschillende socio-economische achtergronden kun je daarin zien. En uiteraard gelovigen, niet-gelovigen en ga zo maar door.
En dan misschien last but not least, wat men vaak ook vergeet, is dat ook de moslimgemeenschappen, die al divers zijn, die zijn doorheen de tijd ook heel sterk aan het veranderen. En ik kan het heel goed inbeelden dat een groeiende groep van vooral jongere moslims, die steeds groter wordt en die ook nu al voor een stuk in het straatbeeld aanwezig is, dat die juist nood hebben aan een moskee waar ze, omdat ze gelovig zijn, snel even kunnen gaan bidden in het centrum van de stad en niet altijd ergens moeten teruggaan tot een of ander achtergelegen oud fabriekspand die opgewaardeerd is geworden in de jaren 70 of 80. Er is met name zeker bij hen een gevoel van, ja, we willen gebruik maken van de stad. Niet alleen dan van de functies die verbonden zijn aan de tuin waarin, of het park waarin de moskee zich bevindt, maar breder. En dan weten we, wij kunnen daar, midden in de stad, daar, onder de grond daar, in die ijsberg, gaan bidden. Want dit is een islamitisch ritueel aangeduide plek om te bidden. Meer hebben zij eigenlijk niet nodig. Dat is niet de moskee inderdaad voor de, laten we zeggen, de oudere generaties, de oudere migranten, die hier, naar hier zijn gekomen in de jaren 60 en 70, die eigenlijk, moeten we daar eerlijk in zijn, verknocht zijn aan hun wijkmoskeetje, omdat ze niet anders kennen, omdat ze die mee hebben helpen opbouwen en waar ze zich al bij al goed in voelen. Maar dit voldoet niet meer voor de moslims van vandaag, die Belgen zijn, Vlamingen zijn, en die dus hier hun plaats moeten zoeken. En daar past... Dat kan niet anders dan ook een insluiting eigenlijk van die gemeenschappen in het maatschappelijke beeld en dus ook in het straatbeeld en dus ook in het centrum van de stad bij. En vandaar dat die debatten zullen hard blijven en het is waar, Mariam heeft gelijk. Zeker wanneer moslims een stuk van de publieke ruimte zouden claimen met zichtbaarheid. Een minaret zou al helemaal uit de boze zijn, hier is het nu niet, maar andere al te duidelijke beelden zouden al vragen kunnen doen oproepen, maar ik denk dat die vragen, als die worden opgeroepen, er juist zijn om erover te geraken, als het ware. Nou, er worden natuurlijk allerlei interessante vragen aangeroepen. Ik sowieso kun je natuurlijk ook vragen of dit controversiële nu de aanwezigheid van de moslim, van islam is, of van religie in het algemeen. Je moet niet vergeten dat dat voor een groot gedeelte van de bevolking überhaupt al controversieel is, hè? Zeg maar, daar zit ook een... Ja? Ja, ik denk sowieso dat het probleem dat we vandaag met islam hebben, heeft voor een stuk te maken met islam en moslims, heeft voor een stuk te maken met xenofobie, gewoon discriminatie en de angst voor de vreemde. Maar ik denk werkelijk, en daar ga ik met u mee, dat islam in die zin het topje van de ijsberg is en dat West-Europa gewoon niet weet wat ze met die de renaissance terug van God en godsdienst moeten aanvangen. En islam is eigenlijk alleen maar de ijsberg die dat toont. Nou ja, goed, in Europa hebben we geen renaissance van godsdienst. Hè? Jawel, dat is juist... West-Europa komt tot de vaststelling, alle sociologen zijn er over eens, dat West-Europa eigenlijk dat kleine, minuscuul deel van de wereld is waarbij dat men nog altijd denkt dat moderniteit gaat met een secularisering. Ondertussen is er een wetenschappelijke consensus internationaal dat moderniteit niet noodzakelijk met secularisering gepaard gaat. Nee, dat neem klopt, Japan, maar in neem... dit deel van de wereld wel. Ja, maar zelfs hier zien we dat godsdienst, al is maar door de globalisering, dat godsdienst terugkomt. En ook wereldwijd, dus wij hebben ook contacten met veel meer dan vroeger in onze dorpen, met de wereld. En daar worden we geconfronteerd met een God die wel aanwezig is. Neem de Verenigde Staten, neem andere delen van de wereld. En ik denk inderdaad dat soms alles wat met islam en moslims te maken heeft, een spiegel is voor West-Europa over hoe dat zij moeten met godsdienst omgaan. En dat hen ook doet reflecteren over de strijd die hier weliswaar geleverd is tegen een machtige katholieke kerk. Maar de tijden zijn veranderd. Dus ik denk inderdaad dat de vraag naar religie ook stelt. Niet alleen naar islam. Dus dat is één Hebben ding. Hebben jullie dat ook zo gezien? Ja. Maar ja, daarnet aan tafel, toen dat we daar de eerste mini-gesprek hadden, kwam dat al even aan bod. En ik moet zeggen, ik heb dat ook zo aangevoeld, ja. Eigenlijk wel. Zo heb je het wel gezien. Dus als ik Mariam... Ja, het is vreemd voor mij, omdat ik ben echt een product van... Ja, van die wereld waarin de secularisering het hoogste goed is. Hè. En
toch heb ik door dit onderzoek te doen, heb ik heel veel met religie te maken gehad op een heel korte tijd. En heb ik ook dat gevoel geproefd of gekend dat... ik kan me inderdaad voorstellen, zoals Miriam zegt, van dat komt terug. Ik voel dat ook komen, ja. Ik ben mee, ja. Als ik daar misschien nog even iets mag aan toevoegen. Je ziet het heel duidelijk, ook in het straatbeeld. Ga naar de Nendermondse Steeweg in Gent of de Stationsstraat in Berchem. De booming business van de redemption churches van Lord Jesus Christ en dit en dat. De Pinksterbeweging is de grootste en de sterkst groeiende religieuze beweging in België. Gaat over duizenden zieltjes per jaar. Dat is niet niks. Hè. Voor het kleine Vlaanderen, dat is die heropleving. En waar staan zij nu eigenlijk waar de moslims 30, 40 jaar geleden stonden? Hun nieuwe kerken zijn achtergelaten panden, verhuurde stukjes, lapjes grond, links en rechts, en ga zo maar door. Die vraag van het religieuze is inderdaad groeiende. En het is inderdaad islam die de spits afbijt, maar die wel een heel specifieke functie daarin heeft. En dat heeft te maken met die overgang. En dat is nog iets waar ik, hoe langer, hoe meer dat ik... Want ik heb nu ook maar echt kennis gemaakt met het project. Hoe meer dat ik erover kan nadenken natuurlijk, is dat... We hebben een fase gekend van diversiteit, van migratie, maar die was redelijk duidelijk omschreven. X aantal duidelijk omschreven groepen uit specifieke landen, Turkije, Marokko voor Vlaanderen voornamelijk, zijn naar hier gekomen in het kader van een werkmigratie, en die zijn hier gebleven. En sindsdien praten we al continu over integratie, ze moeten integreren en dit en dat en zo. Oké. Maar vandaag zitten we in een situatie van superdiversiteit. En wat is daar het verschil tussen? Dat is misschien een beetje een domme term, maar goed, die lijkt door steeds meer mensen te worden gebruikt. Een situatie waar migratie niet meer het feit is van wel omlijnde groepen, die van ergens komen en naar ergens gaan om daar dan ook te blijven, maar een situatie waarin steeds veel meer mensen mobiel zijn en blijven zijn. Dus die niet altijd de bedoeling hebben om op een bepaalde plaats te blijven. En dus voor die groep, en die is groeiende, ook in Vlaanderen en zeker in steden zoals in Antwerpen en in Gent, dan voel je ook dat die kwestie van integratie geen zin heeft. Die mensen denken niet aan integratie, omdat ze ook niet hun bedoeling is om hier al te lang te blijven. En dan zie je ook dat dit ook nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. En dus ook met uitingen van religie en bijvoorbeeld vragen van zo'n moskee. Hoe diverser, hoe superdiverser het allemaal wordt, dan lijkt het mij inderdaad juist interessant, zoals dit project probeert te doen, om moskeeën, gebedsplaatsen te hebben, die losgetrokken worden van een of ander land van herkomst of cultuur van herkomst, omdat die steeds minder zin heeft. Niet alleen voor die oude migratie, dat neemt af, maar ook voor die nieuwe migranten die naar hier komen en die niet altijd lang zullen blijven. En dus dat verschillende paden ook daar, niet alleen tussen moslims en niet-moslims, maar binnen die moslimgroep, heel veel verschillende nieuwe paden zich aan het kruisen zijn. Kan dat? Wat ik jammer vind eigenlijk in hoe je dit zo op tafel legt, is dat een interessant project als dit eigenlijk uiteindelijk weer in de wij-zij-discussie wordt getrokken. Waarin je toch weer gaat het hebben over dit gebouw is ontworpen door ons moslims voor jullie, dus wij-zij. En omdat wij dit voor jullie doen, komen wij dichter bij elkaar, wordt het allemaal meer één. Terwijl ik juist het interessante vind hiervan is, naar mijn interpretatie, het eigenlijk die discussie voorbij gaat. Die wij-zij-discussie, dat superdiversiteit en alles. Het gaat gewoon over die pluriformiteit, wat de wijk, wat de stad Gent nu is, waarin al die verschillende culturen samenleven, rijk, arm, oud, jong, een plek is waar gewoon verschillende mensen wonen en verschillende functies nodig zijn. En je daarop reageert. En als je dit gebouw als het ware weer gaat gebruiken in de discussie van wij moslims en geen moslims, dan misbruik je als het ware dit ontwerp verkeerd. Terecht. Nu wil iedereen, en iedereen moet ook gewoon... Ja, de dame. Ik wil even verder gaan op de superdiversiteit van Sami. Het is inderdaad, de migratie is niet meer de migratie zoals we die kennen en gekend hebben tot nog toe en waar op basis van welke de research in Gent is gedaan is geweest en waarop basis van welke wij onze boeken hebben geschreven. Zelfs tot nu.
als wij over moslims in België spraken tot nu, dan hadden we het over gevestigde moslimgemeenschappen. Turken, de Marokkanen die sinds de jaren 60 naar hier komen, 3 generaties hier zijn. En dan spreek je over wijken en dan heb je plekken in de wijk nodig. Dus het is waar dat deze moskee kan passen in die bewegende, supersnel bewegende, superdiverse samenleving en dus ook superdiverse moslimgemeenschap van een stad als Gent. Mm-hmm. Daar ben ik het volledig mee eens. Dus anderzijds, met andere woorden, om het even te vertalen, deze moskee is eigenlijk voor Oezbekistaanse, voor Turkse, voor Iraanse, voor alle moslims, daar zit een soort universaliteit eigenlijk. Ja, zo ver ga ik niet direct gaan. Maar ja, deze moskee kan je niet zeggen van... Je moet een taal hebben om te spreken, let op. Hè. Dus ik wil best meegaan in dat verhaal, maar... Belgisch dan? Ja, dus als dat mogelijk is, dan als Nederlandse taal is die in de moskee gehanteerd wordt, maar nieuwe migraties zijn doorgaans beheerst nog niet de taal. Hè. Dus in die zin zal dat niet direct morgen gebeuren, dat daar Oezbeken en Jemenieten samen zullen zitten, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Dat wat betreft is superdiversiteit, maar mijn bekommernis is dat misschien ook deze moskee toch wel iets te veel nog geschreven of gedacht is vanuit een... En vergeef me, ik ben absoluut geen intentie... hoe noemt dat? Een intentieproces aan het maken. Dat kan uiteraard niet. Misschien zijn het meer mijn gevoelens die hierbij spelen. Van dat het allemaal moet dienen voor integratie en sociale cohesie en contact tussen groepen. En ik mis een beetje het recht om onder elkaar te zijn. Het recht om een plek voor jezelf te hebben. Wij hebben allemaal behoefte om in onze vrije tijd de ruimtes te kiezen waar dat wij willen vertoeven. Zonder dat wij moeten burger zijn en met en mijn buren en wie dan ook moeten contact hebben. Dit is een plek... Dit moet ook een plek van hen zijn. Dus misschien al de vragen die vanavond hier al bijna gesteld zijn, is wat draagt het bij aan de stad, aan de wijk, aan de sociale cohesie? En misschien moet het alleen maar een plek voor een groep zijn. En die dimensie vind ik een beetje... heb ik schrik dat het een beetje zou verloren geraken. Ah ja, dus dat is... Ja? Dat is een terechte opmerking en ik denk dat dat inderdaad de bedoeling is dat dat een plek is voor een bepaalde groep mensen, maar dat hebben wij ook wel, ja, misschien is het te weinig naar voren gekomen, maar ook wel proberen te geven. Maar waar dat wij eigenlijk los van wilden, is dat die plekken die er nu zijn, we hebben ook wel een soort van hypocriete houding daarin, dat we die plekken die verborgen zitten, de schuilmoskeeën, die zijn momenteel niet zichtbaar. En anderzijds, die moskeeën die zich dan meer buiten de stad begeven, zijn ook niet echt plekken. Dus wij wilden echt wel een plek creëren voor een bepaalde gemeenschap, maar met een totaal ander karakter, met een totaal ander gezicht, en die, maar die nog altijd wel een plek is. En het is zeker niet de intentie van, ja, dat moet daar platgelopen worden door Jan en alle mannen en door iedereen. Nee, maar het moet een open karakter hebben en een meer... dat het ook aanvaard wordt en dat het ook loskomt van dat onzichtbare, dat verscholene, dat aan de rand van de stad, dat niemand niet ziet of dat dan weer een heleboel reacties losmaakt. Dus ik wil hier gewoon kort op reageren en dan ik wil hier niet verder op ingaan. Ja. Maar ik zeg dit niet vanuit mijn eigen gevoel. Wij hebben voor dat boek van vorig jaar moskee geïnterviewd, een Pakistaanse moskee in Antwerpen, een Turkse moskee in Limburg en een Marokkaanse moskee in Limburg, alle 3 nieuwe moskeeën. En we hebben met de bouwmeester gevraagd van wat wilden jullie en wat staat er vandaag? En hoe komt het dat jullie idee was en hoe komt het dat wat er vandaag staat, dit is? Wat ik heb in dat boek genoemd compromis moskeeën. Maar wat er daar vooral in kwam is, ik verschoot soms, moest ik niet weten dat voor mij de voorzitter van de moskee zit, of iemand van de moskee, en ik zou dit in audio-opname doen, en niet video, dat ik niet zie wie voor mij zit, dat ik zou denken dat dat iemand van de stad is die aan het praten is. In de zin van, de moslimgemeenschap heeft zelf zodanig het gewenste discours zich eigen gemaakt, dat zij het hebben over... Het eerste wat ze zeggen, wat de Pakistanse moskee in Antwerpen zegt, is... Hebt u het gezien? We hebben een glazen voorgevel. Dat is
om de transparantie aan te tonen. De dialoog tussen de stad en de buurt. Dat is het, dat bedoel ik. En dat is wat ik een beetje overal voel. Ik kan ook niet de vinger daarop zetten en dat is gewoon mijn angst. Heeft het niet ook even ermee... We gaan even terug naar de architecten, want die kunnen daar ook iets over zeggen, denk ik. Heeft het niet ook voor een deel ermee te maken dat natuurlijk de moskee inderdaad niet zo'n sterke vorm en duidelijke typologie heeft, dat er in ieder geval zeg maar zeer verschillende mogelijkheden zijn? Er is eigenlijk een soort bijna vergelijkbaarheid tussen moskee en synagoge, die natuurlijk een soort ja, chameleons van de architectuur zijn, zeg maar. Ja, dat is om eigenlijk het einde van wat ik wilde zeggen, nu dan maar naar voren te halen. Ik hoor de moslimgemeenschap. We moeten stilstaan bij dat de moslimgemeenschap in zich ook weer heel erg divers is. De ene moslimgemeenschap die vindt het geweldig om een transparante gevel te hebben en te denken vanuit een laagdrempeligheid voor richting de samenleving. Een andere moslimgemeenschap, die wij dan weer hebben geïnterviewd in Amsterdam, die heeft gezegd, nou, we hebben geld bij elkaar gesprokkeld. Dus dusdanig veel dat we een eigen plot hebben kunnen bemachtigen in Amsterdam. Daarin, omdat we niet afhankelijk zijn van subsidiegelden, daarin hebben we ook niet de hulp nodig van de gemeente, hebben wij onze eigen moskee kunnen maken. Dus het is heel moeilijk om vanuit de moslimgemeenschap daar conclusies op te trekken. Dan naar het begin van wat ik eigenlijk wilde zeggen is, ik hoor hier eigenlijk een discussie die we nou zo'n 3-4 jaar geleden ook in Nederland voerden. Dat acceptatie eigenlijk samenhangt met het denken over wat ik net noemde, die hardware. Ik kan jullie verzekeren dat ik voor een zeer extremistische moslimgemeenschap, of hè, dus een bestuur, een dusdanig gebouw kan maken dat iedereen die daarnaar kijkt denkt, oh, wat is dit toch vooruitstrevend, wat modern. Terwijl het gaat eigenlijk om het bestuur wat hele conservatieve gedachten heeft. En vice versa. Ik kan voor een hele liberale gemeenschap zou ik een moskee kunnen ontwerpen die er heel controversieel uitziet. Nogmaals, wat zegt het? Die discussie van acceptatie, en daarna maak ik dus ook de brug naar die superdiversiteit. De acceptatie is niet zozeer in vormen gegoten. En dan ga ik dus verder met superdiversiteit, wat voor mij eigenlijk ook een term is waar ik mijn twijfels bij heb. Waarom? Diversiteit stuurt op verschil. Diversiteit wil zeggen dat er verschillen zijn binnen die samenleving. Daar waar wij hebben gezegd, moeten we het niet hebben over pluriculturalisme. Pluricultureel. En waar duidt dat op? Wat bedoel je eigenlijk mee? Ja, pluricultureel hebben wij verzonnen als term een stap volgend op multicultureel. Multicultureel werd in de discussies gebruikt om de verschillende groepen, gebaseerd op etnische afkomst, aan te duiden binnen de samenleving. Dus binnen multicultureel had je groeperingen als de Turken, de Marokkanen, de Hindoestanen, de Surinamers, de Antillianen. We hebben gezegd, nee, is dat een legitieme categorisering van de samenleving? Want op het moment dat ik zondag naar een klassiek concert ga en ik kijk om me heen, dan pas ik op dat moment van de dag helemaal niet binnen het hokje Turk. En word ik helemaal ook niet gebonden tot de Turkse groep. Nee, dan mijn medestanders zijn degene die daar ook zitten in de concertzaal. Later op de dag zit ik op mijn motor, heb ik een motorpak aan, groet ik alle motorrijders. Die zien helemaal niet hoe ik eruit zie. Of ik zwart haar heb, wit. Het verschil is het niet. Het gaat juist om die binding. En die binding is op dat moment de motorgemeenschap die we hebben. En dan zeggen we dus, acceptatie begint op het moment dat je zo kan kijken naar de samenleving. Als gedeelde interesses. Maar ik behoor tot zo, een categorie. Als ik, als ik het mag afmaken. Categorisering zou veel meer plaats moeten vinden op het gebied van jong, oud, arm, rijk, educatieniveau, welvaart. Dus educatieniveau heb ik al genoemd. Muziekstijl, geaardheid. Al die factoren tegelijkertijd, en dat kan binnen een dag zelfs veranderlijk zijn, dat zorgt ervoor dat je binding hebt met je medemens. En dan zeg je eigenlijk, acceptatie gaat verder dan onze verschillende culturele diversiteit. Ja, dat vind ik ook. Ik denk zelfs dat de meeste mensen rond deze tafel dat ook wel vinden. Dat is alleen natuurlijk misschien één probleem, dat je in feite nu een soort cultureel zeg maar aanpassingsvermogen en gedrag beschrijft, dat gewoon voor diegene die zeg maar de samenleving eigen gemaakt heeft. Mm-hmm. En dus ook zeg maar qua opleiding, qua zeg maar welvaart en zo, allemaal die verschillende rollen kan gaan spelen. Ja. Misschien toch wel een stuk makkelijker is dan de eerste, soms ook nog tweede generatie bewoner van een bepaalde wijk in een bepaalde stad die bijna die wijk niet uitkomt. Ja. Daar zit natuurlijk toch wel een duidelijk verschil
Wat we ook niet moeten ontkennen. Nee, ja. Maar die groep moet je dus opnemen in die pluriculturele gedachtegang, dat die ook mag bestaan. Ja. En als ik dan een vertaalslag maak naar moskee-uiterlijke, dus hoe je een moskee opzet. We hebben gezegd, dat moet een kleurenwaaier zijn. Dat is een palet aan kleuren. Er bestaat niet als één werkelijkheid. We moeten uitkijken dat als we dadelijk vanuit een sociologische benadering zoals ik hem hier hoor, als je gaat richting een, ja, inderdaad, dat je dan hele homogene opzet krijgt van hoe een gemeenschap zich hier zou moeten profileren. Ik ben er heilig van overtuigd dat er in een gemeenschap en dus ook binnen een stad of binnen grenzen van een land er een traditionele moskee zou moeten kunnen bestaan. Maar ook een zeer vooruitstrevende moskee zoals deze. Of een moderne moskee die in niks lijkt op een moskee. Het is dus niet zozeer de verschijningsvorm als wel dat de samenleving zich daar thuis moet kunnen voelen. Want als u op vakantie bent, dat kan ik u garanderen, als u ergens op een Arabisch land op vakantie bent, dan vindt u het maar al te geweldig om een moskee binnen te stappen die er heel exotisch uitziet. Ik geef het voorbeeld van Istanbul. Iedereen die naar Istanbul gaat, die vindt het maar al te geweldig om de Hagia Sophia te bezoeken. Oké, okay, laat het even over exotisch hebben. En ja? William, ja? Ik denk dat we heel veel dingen door elkaar aan het halen zijn. Hè. De kritiek op exotisch uitziende moskeeën, die komt vooral van architectuurkringen. Heb ik begrepen. Uit jullie boek? Nee, grap. Nee, Christian Welsbacher. Maar dus er is een bepaalde tendens binnen de architectuur, traditie die zegt van kijk, oké, we moeten toch af van die kopieën van moskeeën in landen van herkomst. Kan er niet hier een organisch een stijl ontstaan? Dat is één ding. Van wie komt die kritiek nog op de exotische moskeeën? Van moslim-intellectuelen in Europa. Heel klein begint dat. En van wie komt die nog? Die komt van sommige wethouders en politici en schepenen die zichtbare aanwezigheid niet willen in hun stad en in de skyline van hun stad. Dus dat zijn allemaal verschillende redenen waarom dat ze die niet willen. Dus die moet je wel echt wel uit elkaar halen als we hierover spreken. Sorry, ik ga toch even ingrijpen. En misschien komen we zo weer terug. Maar ik wil ook even wijzen op het feit dat het ontwerp, dus eigenlijk die discussies in zekere zin toch wel vrij vakkundig naast zich neerlegt. Want wat is het ook? Het is ook een ontwerp van park en het is een ontwerp heel sterk wat aangestuurd is als interieur. Wat ik zelf zeer aantrekkelijk daarvan vind, is dat je eigenlijk zeg maar stad en interieur bijna op elkaar als dat eigenlijk twee termen zijn waarin je gewoon je ontwerp kan begrijpen. De grenzen die gemaakt zijn, de thresholds, de drempels, die zijn eigenlijk zijn zeer precies. Het is ook in het interieur dat precies zeg maar, het hele vraagstuk van stijl, want daar heb je het over, stijl en esthetiek, over moderniteit, achterlijkheid, representatie via architectuur eigenlijk in dit ontwerp naar voren komt. En ik denk dat het interessant is, want we hebben niet meer heel veel tijd, om het daar ook nog heel kort even over te hebben. Want ik heb zelf het idee dat dat ontwerp veel intelligenter is dan veel van de discussies die in het publieke debat gevoerd worden. Of heb ik daar mis mee? Als ik daarop mag reflecteren, dat is het inderdaad waar ik eigenlijk ook mee begon. De kracht dat je al het bekende naast je neerlegt, dus de gebaande paden niet bewandelt, ja, dat zorgt voor iets nieuws. Hè. Dat zorgt ook voor een bepaalde nieuwe uitkomst. En ik denk inderdaad dat daar vakkundig in deze dan mee is omgegaan. Sammy? Ik was een beetje, voelde enig ongenoegen met waar de discussie naartoe ging. Maar ik denk dat ik ook voor een stuk verkeerd begrepen word. In die zin dat ik absoluut niet wilde insinueren dat diversiteit enkel een verhaal is van wij en zij en dergelijke. Ik denk dat we daar eventjes mis zaten. Maar vooral ook, ik zie deze opdracht als de opdracht die het was, namelijk ontwerpen een moskee in de stad Gent. Verder was er geen andere, was er niks anders aan verbonden. Ik zie het niet als een blauwdruk voor alle moskeeën to be.
Ik ben het ook volledig eens met Mariam en ook met jou, dat ook meer klassieke moskeeën in plaats moeten hebben. Salafi-moskeeën, Soefi, noem ze hoe de moskeeën zichzelf willen benoemen van mijn part. En dus ook in de wijken en ook in het centrum van de stad. Maar ik zie dit wel als een mogelijk concept van een moskee die inderdaad wel die, ja, misschien weliswaar, brave functies kan vervullen. Die misschien dan wel weer een beetje dat wij-zij-verhaal in zich draagt. Maar ik zie het wel veel complexer als alleen twee groepen, hoor. Want ook binnen de moslimgemeenschappen kan dit een brugfunctie zijn voor bepaalde groepen. En dit is nodig nu. Helaas, zouden we kunnen zeggen, maar het is misschien wel nodig, hè, om het idee en het concept van de moskee in de stad aanvaardbaar te maken. Nog beter zou het zijn dat minaretten worden aanvaard. Natuurlijk, waarom zou er geen minaretten mogen worden gebouwd? Dus nogmaals, aangezien dat er niet één moslimgemeenschap is, maar vele moslimgemeenschappen, en net zoals u inderdaad zo zei, ik ben het daar ook volledig mee eens, de architecturale vorm die moslimgemeenschappen graag zouden zien in een moskee, zeggen niks over de inhoud van het geloof of de vorm van gelovigheid die erin wordt beleden. Dat is absoluut waar. En deze dus ook niet, volgens mij. Dat zegt niks. En juist omdat die komaf maakt met zo'n heel stuk van het wat normaal bij een moskee komt kijken, maakt het inderdaad volgens mij juist tot een interessant moskeeontwerp. Niet tot een blauwdruk voor alle moskeeën die gaan moeten gebouwd worden in de toekomst. Dat is niet de bedoeling. Dat was ook niet de bedoeling van de opdracht, en zoals ik het begrepen heb, om er naar te kijken. En vandaar, als je alleen bekijkt als één moskeeontwerp, denk ik dat je veel meer die interessante elementen kunt naar boven laten komen. Ik zal de vraag aan jullie stellen, dan aan iedereen. Ik vind het ten eerste een fantastisch ontwerp. En ik als gelovige... Van welke geloof? Ja, als pluriforme niet-islamist of zoiets. Ik heb zo de vraag bij mezelf. Misschien is het interessant om zoiets te ontwerpen voor wij. Ik ben niet meer tevreden met de kerk die ik in mijn dorp aantref. Ik wil ook zoiets. Ja, maar dat is dus ook echt de essentie van het ding dat jullie hebben willen doen. Ik denk het ook. Ik denk dat een goede vraag is, want ik zei het ook net tegen Caroline hier al fluisterend, terwijl dat daar de discussie aan de gang was. We hebben een plek willen maken waar dat heel veel mogelijk is en waar dat iedereen gewoon zijn goesting kan doen. Dus wij willen niet daarin mensen gedwongen elkaar laten ontmoeten of niet laten ontmoeten. En wij willen dat inderdaad, als Mirjam zegt, ik wil ergens op mijn gemak kunnen zijn, dan moet dat daar kunnen. En als iemand anders zegt van, ik wil daar gewoon naartoe gaan omdat ik nieuwsgierig ben om andere mensen te ontmoeten of mensen met een andere cultuur of een andere achtergrond, moet dat ook mogelijk zijn. En als jij daar een nieuw soort christendom of whatever wilt gaan beleven, dan ja, eigenlijk moet er in zo'n plek daar ook mogelijkheid voor zijn. Het is misschien een bridge too far voor sommigen onder de paneleden, maar misschien kun je met uw roosters werken. Nee, maar voor mij gaat het echt over ook iets anders. En het gaat voor een stuk ook over de autonomie van architectuur. Als je zegt, wat is bidden, wat is wassen, wat is eten, wat is lesgeven, dan maakt het niet uit van welk geloof dat je bent in de architectuur en in de verstening of in de hardware, maak je bepaalde handelingen mogelijk. En dat is het vak van ontwerp en dat is het vak van architectuur. En ik denk dat een, misschien onbewust een pleidooi is die wij, of die ik dan wou voeren, is van... En dat is wat ik in jullie werk vind, dat is gaan naar de origine van de dingen, van wat is het gebruik, wat is het beleven en wat vermag je ontwerpen. En daar gaat het mij over. En in C maakt het dan niet uit of dat we zwart, geel of rood of van welke, of in welke god we wel of niet geloven. Het gaat over het vermogen dat architectuur dat kan vormgeven en bewerkstelligen. Jullie hebben die plek gekozen in Gent zelf. Jullie zijn uitgegaan van de Vrijdagsmarkt en uitleg gegeven ook van die samenkomen. En heel vakkundig zie je daar in die hoek Sint-Jacobskerk staan. Daar is nog niks over gezegd geweest. En ik vroeg me af, was dat ook eigenlijk mee in jullie optie om dat daar te kiezen?
Dat is ons door verschillende mensen gevraagd. En dat is dikwijls ook als opmerking gegeven als wij onze plannen of ons concept begonnen voor te leggen hier en daar. Soms zo nogal stoer, hè, want jij hebt het nu lief gevraagd, maar andere mensen van ja, maar ja, het staat daarnaast de lege kerk, waarom doe je daar niks mee? In Nederland zijn er al leegstaande kerken waar moskeeën in zijn ingericht, dus dat kan, voor mij kan dat ook. Ja, het schijnt nu wel dat Sint-Jacobs niet zo leeg staat, maar zwart, voor mij kan dat ook in België in een kerk. Maar wij vonden dan, om dan te spreken over de hardware van dat gebouw, ja, vanuit ons gevoel hoor, maar toch minder geschikt. Ik denk dat wij echt wel zin hadden om iets te maken vanuit functie en dat dan zijn vorm te laten krijgen vanuit die functie in plaats van een moskee te gaan inrichten in een bestaand gebouw. Een kerk dan. Ja, en omdat we dat gegeven van dat gebouw, die kerk, ook een beetje als een soort van ballast zagen voor de oriëntatie ook, ja. En we wilden daarvan los. We wilden eigenlijk los van heel, heel veel. En vandaar ook het idee om echt tabula rasa een plek leeg te maken ook en van nul te beginnen en ons goesting te doen. Want ja, we mogen niet vergeten, dat is een opdracht die ons gegeven is, die heel ver afstaat van onze dagelijkse praktijk, waarin dat wij dus ja, met heel concrete dingen bezig zijn. En hier hadden we ook de kans om een keer los te komen van die dagdagelijkse dingen en te dromen. En vandaar ook die standpunten. En dat was een enorme verrijkende oefening. Nog vragen, nog opmerkingen? Enigszins verbazingwekkend voor een onderwerp waarvan je zou zeggen, van, daar vinden we eigenlijk allemaal wat van. En waarvan je ook zou kunnen zeggen dat het bij tijds en wijle iets verontrustend heeft. Als ik bijvoorbeeld een soort pleidooi haal voor een herkerstening of herbrengen van de religie in de samenleving, dan kan ik me voorstellen dat daar toch niet iedereen daar zonder kippenvel naar kan luisteren. En andersom, misschien ook wel een zeer optimistisch plan, waarbij dus zeg maar de toch aanwijsbare conflicten die we tussen religies en binnen religies om ons heen zien, bij wijze van spreken totaal genegeerd lijkt te zijn. En het is allemaal heel vrij en blij en vrolijk. Ik moet nog zien wat er dan gebeurt als dan bijvoorbeeld zeg maar, de homo-jongere groep van de moslims zeg maar, in de lounge zeg maar, bedenkt dat ze daar eigenlijk gewoon gaan ontmoeten. Het is toch een onderwerp waar eigenlijk de ontwikkeling van de stedelijke samenleving zeer sterk zichtbaar wordt. Enerzijds omdat jullie het hebben over een open publieke ruimte. En anderzijds die publieke ruimte ook enigszins heel sterk herdefiniëren. Ik denk dat dit ontwerp daar een ontzettend interessante bijdrage aan dat debat geleverd heeft en ook levert. Ik denk dat we daar niet over uitgedacht zijn. Ten slotte denk ik dat het... We zullen nu iets meer tijd hebben en iets meer ruimte hebben om gewoon de kaders ook echt te gaan bekijken, want net was het erg vol. Wat mij vooral eigenlijk treft is de grote poëtische kracht van veel van de beelden. En mij lijkt, en daarin denk ik kan ik helemaal aansluiten op wat Katrien net gezegd heeft, dat in feite ook dat een onderdeel van de krachten van het ontwerpen is. Dat er eigenlijk zeg maar, een zeggingskracht schuilt, in zekere zin in jullie artistieke benadering van de vraag. De vraag is natuurlijk of die artistieke benadering uiteindelijk gewoon zeg maar iets universeels doet, of ook nog iets doet wat herkenbaar is voor de mogelijke gebruikers.